Degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving. Beleefd aanbevelen. Wiels en Co. Ja, daar spreekt hij mee. Hoe zegt u? Ik versta Hendrik Jan Pieterbal. Wat die naam mij zegt? Moment. Hendrik Jan Pieterbal. Wat zegt mij dat? Dat zegt mij niet. Wat zegt u? Wij hebben samen in de wat gezeten? In de tweede klas van de lagere school. Kijk eens aan, zeg. U zat achter me. Hé, dus er zat iemand achter me. Dat is gek, zeg. Zou me dat misschien niet opgevallen zijn? Op de klassenfoto stond u rechts naast me, zegt u. Wacht even, die heb ik hier in mijn portefeuilletje. Hier, momentje. Hier, rechts naast me. Merkwaardig, zeg. Rechts naast me staat op mijn foto een soort druppel vocht. Bent u die druppel vocht, meneer Hendrik Jan Bietenbrak? Nee, bloemenwater. Kom, hoe heet u nou toch? Pieterbal. Ja, hoe kan ik het vergeten? Wat zegt u? Nee, u maakt volstrekt niets bij me. Wat, dat zijn smal, hè? Moment. Meneer Pieterbal, ik zie opeens een eng wit jongetje met twee onwaarschijnlijk grote oren. En als u lacht, klinkt dat alsof het putje verstopt zit. Klopt dat? Lacht u eens. Wat? U heeft normale oren, meent u? Ach, en u ziet niet wat er te lachen valt, zegt u? 2 werf 8. En u voelt zich ook geen druppel vocht? Flink zo, hoor. U zegt, u hebt zich waarschijnlijk in mij vergist, zegt u. Dat zou best eens kunnen, kerel. En dat lijkt me dan niet voor het eerst, hè? Knoop dat maar in je oren, Hendrik Jan, plaats zat. Dag, meneer Rozenwater. De engert. We vleggen je in de inkpot stoppen, zal u bedoelen. Nou, wie kaatst, kan van mij zijn van Pieter de Bal verwachten. Psst, de helle. Pst. Morgen, meneer Biel. Zachtjes. Oei, morgen, meneer Biel. Ja, hoor, vooral doen, hoor. Iemand die in levensgevaar verkeert, die moet je vooral goedemorgen wensen. Waar was ik? Wie ben ik? Wat doen we? 2 dingen. Punt A, punt B. Noteer. Nee, in je hersens. Bijtel het erin, in je hersens. Punt A, punt B. En onthouden. Daar staat een mensenleven op spel. Van wie? Van wie anders? Dan van wie? Dan van mij. Het toe, ja hoor. Daar staat iemand met 1 been in de urn. Het toe. Wat is het dan? Straks. Geen tijd, brief volgt. Waar waren we? Wat zei ik? Punt A, punt B. Precies, noteren, bijtel vast. Punt A, ik ben er niet. Herhaal. U bent er niet. Ja, uitstekend, repeteren blijven. Totdat er muur vast in zit, waar ben ik? Nergens. Goed, kan beter. Plaats aanduiding geven van waar ik ben. Hè? Voor als er dan gevraagd wordt, waar is meneer Wiels? Wat zeg je dan? Hup. Die is even sigaretten halen. Ah, goed zo, bravo. In Veendam, zeg het erbij, in Veendam. Maak het overtuigender, met blik in de agenda dus. Die is even sigaretten halen, blik in de agenda, in Veendam. 2 vliegen in 1 klap. A, man die zich mag ik wat bewust is, haalt even sigaretten, bewijs van zijn onschuld. B, in Veendam, verklaring voor een wat langdurige afwezigheid. Noteren en vastbijtelen. Tot uw orde, chef. Ja. Zal ik op de kaart bij Veendam misschien een vlaggetje prikken? Een vlaggetje? Nou, dat ach, nee, geen overdreven feestbetoon, zeg. Werk argwaan. Hier, waar was ik? Wie ben ik? Wat doen we? Punt B. Ben toch vast. Dat was, oh god, gewoon. Bik weg. Wegbikken, punt A, punt B. Daar kom ik nou pas mee. Veel belangrijker dan punt A. Bik weg, punt A, en ben toch vast, punt B. Aanhalingstekens is hier al. Vraagteken, aanhalingstekens sluiten. Heb je het? Dat heb ik. Mooi, geef antwoord. Waarop? Op punt B, aanhalingstekens is hier al. Vraagteken, aanhalingstekens sluiten. Wie? Vraagteken?
Wie? Vraagteken. Hij! Uitroepteken. En hou op met die leefsteken. Waanzin. Hij, Dinges, de woesteling. De driftkop, de bloeddorstige geweldpleger. Nee, vermoord, lust, kom het kind. Toonbeeld van zachtzinnigheid en Wiels. Wat wil je ordentelijke burgers tot en met bij Wielsen? Nee, hij, de wildeman, de killer, de wraakgierige roofdieren. Hier, over wie hebben we het nou? Ja, geen idee. Over Paul, als we het over een bloeddorstig roofdier hebben. Over wie hebben we het nou? Over Paul, over wie anders? Koen, ach hoor, die zullen een goed zak. Ja, Paul, een zullen goed zak. Over gebrek aan mensenkennis gesproken, dat heeft me niet kwalijk. Paul, kruid je roer me niet, Polleman. Dat is een dolle man. Dat is een drift, harses tot en met. Dat is een kannibaal, Paul. Ah, kom nou toch. Ja, de eerste keer dat ik hem kwaad zie moet nog komen. Ja, wees dan blij. Ja, dan heb jij geluk gehad. Als Paul kwaad wordt, dan... Stil, daar komt hij op de trap. Ik hoor hem. Dekking, zoek dekking, ik moet weg. Ik ben er niet. Veendam, geef wachtvertoon. Ik moet weg. Dekking, opzij, doe je rok opzij, ik moet eronder. Waaronder? Onder je bureau. Ik ben er niet. Onder je... Au, mijn knie. Au, mijn hoofd. Au, pas niet. Ik zit klem. Prik me los. Gaat al. Au, mijn hoofd. Au, mijn knie. Daar komt hij. Dek me. Ga voor me staan. Ik ben er niet. Dek me af. Hou je langer. Maak je breder. Zo vriet hij me. Kan niet. Hij komt eraan. Doe iets. Ik moet iets doen. Wat zei Napoleon? Wie? Napoleon. Wat zei die? Hup. Doe. Hup. Een uur is te lang, een dag is te kort. Wat zei Napoleon? Ik kan me niet herinneren dat hij ooit iets gezegd heeft. Napoleon iets? Napoleon. Die Corsicaanse rapel stond geen seconde stil. Moment, ik heb het. De beste aanval is de verdediging. Opzij. Er staat hier een mensenleven op het spel en wat voor een? Het mijne. Je noemt er al niks. Zeg. Mijn vuist. Waar is mijn vuist? Hier. Klaar, met één klap. Ik vel hem met één klap. Op zijn moord. Zuchtige kaak. Let op. Hou je maar. Daar is hij. Pak aan, Paul. Au. Hoi. Au, zeg maar knokkel. Goeie, nee. Wat heb jij nou weer op je mouwe hoofd, zeg. Nou, maar niet meer waarom, Helm. Zeg, hoe vind je hem? Hoe vind ik hem? Nou, ik vind hem nogal hard, als ik het zeggen mag. Ja, maar dacht je, dat ding dat weerstaat het gewicht van een mammoet zonder een deuk? Kijk nou even, er zit een deuk in. Dat kan je nagaan, zeg. Ik had mijn vuist nog kunnen blesseren. Zeg, over mammoet gesproken, wat deed jij eigenlijk? Hij speelde Napoleon. Napoleon, zo, voor of na de mestkuur. Oh ja? Onderging Napoleon een mestkuur? Nou, met de officiële portretten vergeleken zou ik zeggen van ja. Ah, oh, onzin. Trouwens, het was een zelfverdediging, nee, weet. Ik was namelijk van zins Paul even knock-out te slaan. Ja, natuurlijk. Binnen de figerende arbeidsverhoudingen een normaal staaltje van ondernemersactiviteiten, zullen we maar zeggen. Ja, ja. Zoekt gij bevrediging in de arbeid? Begin dan uw werk met een kaakslag van de baas. Nee, serieus, graag man, hè. Het is Paul zijn leven op het mijne, zeg. Nou, wat zou je zelf kiezen, tenslotte? In het licht van de milieuverontreiniging of gelet op de overbevolking? Ja, klet maar af, hoor. Daar heb ik een hulp aan te hellen, aan die. Want die had het allemaal kunnen voorkomen, die wist het, die. Ik wist het niet, maar die wist het wel, die. Die wist wat, die? Die wist alles, die. Wat die niet weet, zeg, die. Nou die. Ja, dat is mijn aangeboren leergierigheid, dat is meer de gave eigenlijk wel, dacht ik, weet je, die. Een gave, ja, gave stommiteit, ja. Hier, zeg, hier, in plaats van dat je me een seintje geeft, een hintje, een stil wenkje. Dat deed ik. Wat dan? Dat deed ik. Wat dan? Ik ben namelijk heel demonstratief gaan zitten lachen. Ja, dat doet hij een stille wenk. Daar zit hier niemand even met zijn schaterende stembanden de geluidsbarrière te doorbreken. Of het scheelt niet veel. Ik kon er nauwelijks bovenuit komen. Schreeuwen geen gebrek, ik zeg. Dus dat maakt het alleen nog maar erger, neef. Toen kon je me drie straten ver horen kwetteren. Op wie? Op wie? Op dat smerige stelletje. Op dat smerige stelletje. Op de heren van links. Laat ik het maar voorzichtig zeggen. Laat ik maar niet weer beginnen. Een moordaanslag is welletjes voor vandaag, niet wat jij. Nou, sorry, maar ik kan er nog steeds niet helemaal vol horen. Gisteravond op de Soestijd. Op de herenclub. Daar komen de verkiezingen ter sprake. Bosraad weer.
Die wist het natuurlijk ook, die smeerlap. Dat was weer een voertje à la Bosraaf. Even Biels uit zijn tent lokken. Die ging even iets vriendelijks zeggen over links, meneer Bosraaf. Ja, dan moet je dat mij hebben, hè. Een Biels tenslotte. Een Biels en links, nee weet. Een Biels en links. Gif en tegengif, zeg maar, in die volgorde. Precies. En de onzin. Ik en links, zeg. Dat is een stier en een lap. Zwans. Wat zeg? Voilà. Kletspraat. Dat ik trek daar even een paar laadjes open, zeg, te helpen. Maar die rode hond er geen brood van lust, hoor. Even van klets, klets, klanderen. Want dan zit ik niet op een bijvoeglijk naamwoordje verlegen, hoor. Dan krijgen de heren linkse sluipmoordenaars op het zakenleven stuk voor stuk even de beurt, hoor. Ja, noem ze maar op, de heren welvaartsburgers van der Uyl. Zacht. Van der Uyl, Vondelman, André Terlouw, Roel van Duin van Maasdam, Hannes Lammeling. Daar blijft geen draad van heel, hoor, dat verzeker ik je. Ja, dan kunt u heerlijk tekeer gaan, hoor ik van Sjors. Ja, je verloofde Rinderman, mijn compagnon. Die zit erbij, hè, met dat zuinige mondje, met dat muffe bekkie, met dat dorre koffie, je weet wel. Ik weet het niet, nee. Nou, wees dan blij. Dat zure, bedoel ik, hè, dat wrange. Van dat ouderlijke koppie dus, met dat verpieterde bekkie. Zie je het voor je? Nee, ik... Nou, ik wel. Nachtmerrie, verschrikkelijk man, verschrikkelijke man. Als mens dus, begrijp me goed, als mens, als verloofde weet ik niet. Als verloofde heb ik met de man geen ervaring. Daar blijf ik af. Kan meevallen, kan tegenvallen, dat weet ik niet. Ja, de man als verloofde kom ik niet aan, principieel niet. Maar als mens... Wees blij dat je hem niet als mens kent, wat jij. Kijk, en daar heb je het nou. Wat? Het bewijs. Dat ik er nooit de behoefte aan heb iemand bewust te krenken. Dat is dan mijn compagnon. Ja, die wist het. Wat wist hij? Ja, van Pol. Dus jij wist het ook niet, van Pol? Nee. Wat? Links. Links. Pol. Links! Pol! Totaal van de verkeerde kant! Links! En hoe? Tot in het vooruitstrevende, volgens zeggen. Meneer Polleman even, mijn architect notabene, topfunctionaris, is links. Moet je altijd een keurige zaak gehad hebben. Blij dat pa en grootpa er geen weet meer van hebben. Die zouden de politie bijhalen. Bij Biels een linkspersoon in dienst. Heeft August een vooruitstrevend mens aangenomen. Ze zouden me geslagen hebben. Ouderwets misschien. Niet van deze tijd, maar wel stijl. Principes. Drinken als huzaren, die twee ouwe. Geen boerenmeid was veilig voor de bamboezems. Maar als het op burgerlijk fatsoen aankwam, heren. Zempel. Linkse mensen, geen voet over de drempel. Geen verval van zeden. Ouderwets, mogelijk. Maar kun je daarmee het hedendaagse verwilderingsproces goed praten? Ah. Zeg, als ik het dus goed begrijp, heb je Koen gisteravond beledigd in zijn politieke overtuiging. En nou ben je van plan om er straks eventjes je verontschuldigingen voor aan te bieden. Voilà. Hé, waarachtig. Dat, ik bedoel, zou dat natuurlijk gewoon erkennen fout geweest te zijn. Handgrijpen, recht in de ogen kijken. Pol, mijn diepgemeende verontschuldigingen, kerel. Graag aanvaard, chef. En dank, Pol, incident gesloten. Dat kan toch? Hè? Dat kan. Heren onder elkaar, tenslotte, mannen van eer, gewoon oprechte excuses aanbieden. Wie weet trap je erin. Hè? Want dat is goed gelogen volk, hoor, het linkse volk. En ik kan er geen buil aan vallen, wat jullie. Weet je, als jij ooit eens op, als ze ooit nog eens op zoek mochten wezen naar een eerlijk mens, ga jij dan eens meezoeken. Ah, onzin, zeg. Als ik vol mijn oprechte excuses aanbied, dan ben ik daar geen haar minder op. Integendeel, ongelijk bekennen, daar is karakter voor nodig. En daar mankeert het me goddank niet aan. Een Biels, wat wil je? Je ziet het meteen. Ja, en het past goed bij de kleur van je schoenen ook. Wat? Je karakter. Scherpe tong. Bij Biels, hè. Ja, je hoort het om maar even te hellen, hè. Dat is er ook in, tenslotte. Ging me gisteravond in de auto naar huis even bang zitten maken, zeg. Vertelt me toen pas
dat Paul links is. Ik zeg, nou en? Hij zegt, nou, vergis je niet in Paul als hij driftig wordt. Dan wordt het de duivel. En daar trap ik waarachtig in. Zeg, Paul, zeg, Paul driftig. Lachen goed zak zelf. Waarachtig, een duivel, maar wel met zijn zachtzinnige hazenhaar kronkel. Ik stond net nog met hem in de winkel, met Paul. Zo. Ja. Enig teken van opwinding aan? Nee, zeer rustige indruk, mag ik wel zeggen. Voilà, de gemoedsrust zelf, Paul. En dat excuus kan hij ook vergeten. Opgeblazen toestanden allemaal. Ik ga daar een beetje op de knieën liggen, zeg. Voor een volmaakt rustig mens. Van links nog wel, kom. Hij kocht een revolver. Natuurlijk, hij kocht... Hè? Hij kocht een wat? Pistool. Hij kocht een pistool? Paul kocht een pistool. Dekkie, ik ben nou niet sigarettenvriend, dan ben ik vast. Heb laat de kop eraf neerslaan met z'n allen. Direct boem, en jij gillen en bellen en excuses aanbieden. Ja, aan de mensen eten, bedankt voor een leuke suggestie. Hoort te helpen. Zeg, vind je nou niet dat je je een beetje belachelijk maakt? Koen en geweld, zeg, wat een onzin. Onzin, als iemand er even mijn kop af kon blazen. Ja, dat van die dolle mina's omhoog, dat deed het hem volgens mij. Hé, wat dat ja, hoe... wat jij zei over die dolle mina's. Wat? Kijk, toen, hè, moet je opletten, toen zag ik Koen even dit doen. Met zijn ogen, hè. Oh, ja? Ja, nou, pas nou maar op, hoor. Oh, ja? Ja, dat is dan meestal het moment waarop bij Koen van binnen een stoppie doorslaat. Dacht ik eigenlijk wel, weet je. Dat ik zei dat van die vieze paarse meiden zijn. Ja. Wat hoeft Paul zich daar nog van aan te trekken? Ine, de vrouw, overtuigde dolle mina, vieze paarse meid. Ine! Ine, vieze paarse meid, zeg ik dan even. Oh, wat heeft mijn kop eraf als hij door 70 zegt. Overlevingskans nul met een roofdier. Lach niet jij. Nou, ik vind het zo'n waanzinnige gedachte dat je die lieve zachte Koen voor zoiets aan. Kom lieve zachte. Ik heb kanon in zijn schouderholster. Lief, zacht. Morgen, chef. Morgen, Paul. Je bent net op tijd, maar wacht even mee. Graag, chef. Waarom, chef? Hier, ze hebben hem weer, dat zijn lieve. Paul, dag Paul, dag lieve zachte Paul. Dag chef. Het had een mooie dag kunnen worden Paul, mild weer. Lekker zacht chef. In het groene dal, in het stille dal Paul. Ja, waar kleine bloempjes bloeien chef. Precies Paul, dat soort dag hè. Had het kunnen worden, maar goed. Doe waarvoor je gekomen bent Paul, blaas me de kop eraf. Die chef. Grap, chef. Noem het een grap, Paul. Het is voor mijn gevoel voor humor misschien iets te gewild. Maar noem het een grap. Ik vind hem uitstekend geslaagd anders, chef. Is het gepermitteerd er mijnerzijds ook één te plaatsen, chef? Wie ben ik, Paul, dat ik jou je grap niet zou gunnen? Het is mijn kop, maar niet waar. Blaas hem maar een eind weg. Handen omhoog, chef. Nee, pistool in kwestie. That's in the corn, you don't forsake me, oh my darling. Nee, dat van Little Joe en Poe zegt van pom-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 
Volk, ik gun iemand binnen bepaalde perken zijn sadistische genoegens, Paul, maar... Moeten dat ding eens bekijken, chef? Dank je. Nee, dank je, pardon. Kijk, drijf het niet te ver vol, hè. Als je door een Beatles beledigd bent en je hebt een behoefte aan hem in al zijn weerloosheid als een dolle hond neer te schieten, doe het dan. Sorry, chef, maar ik door u beledigd? Ja, Paul, gisteravond, man. In je stomzinnige linkse politieke overtuiging en in je dolle Ine, Paul, je Mina, je vrouw. En doe me nou een genoeg en schiepel. Oh, nou begrijp ik hem pas, chef. Van gisteravond. Ja. Wat hebben we gelachen, hoe daar even zo heerlijk kinderlijk recht zat door te draven. Ja. Nee, nou begrijp ik hem pas. Ja, ja, ja. Maar nou, ik even mijn grap afmaken, chef. Let op hoor, daar gaat hij. Bam! Wat is dat nou in mijn gezicht? Allemaal water, Paul. Wat is dat nou? Ik drijf. Pak vanaf om het ballen, zeg. Hou er even rekening mee. Ja, god, wat een straal, zeg. Sorry, chef, sorry, maar ik had hem nog niet geprobeerd, hè. Hij is voor mijn neefje, begrijp je. Is vandaag jarig. Nou, die zal schik hebben, chef. Dacht u niet? Ja, als schik hebben, wil hij mij schik over de aarde. Ja, en dan met van die heerlijk mannelijke kromme benen door die klapdeur de kroeg binnenwaggelen, Koen.
En dan valt daar een doodse stilte en dan zegt hij grrr, en dan duikt iedereen onder de tafel. Ja, en dan schiet jij de spiegel aan barrelen met je manneke vis, hè? Stilte! Ja, dat doen we. En dan was u de corrupte sheriff, chef. En u kwam niet vermoedend binnen met die bekende gemeente grijs van u. En dan zei ik... Stilte, Paul. Ja, en dan zeg ik, bang, chef. God, wat een straal. Hé, die eentje. Is er even die onzin met dat gewapen straal? Ja, chef. Ja, dat was mijn grap, chef. Ik dacht dat u daar toestemming voor verleend had, chef. Ja, zou je nou eindelijk eens willen ophouden met die ongein, Paul? Ja, chef. Met het water en knoei, Paul. Rijdo, chef. Dan zou je eindelijk eens willen gaan gedragen als een volwassene, Paul? Graag, chef. Als een man van eer, Paul? Roger, chef. Als iemand die op een belediging reageert als een fan, Paul? Copy that, chef. Dan kan je je moer staan die spreken, Paul. Redelijk, chef. Aapnoot mies. Pardon? Proeven van mijn moerstaal, chef. Paul, beste brave Paul. Paul, ik heb jou beledigd, Paul. Klinkt onwaarschijnlijk, chef. En toch, Paul, en toch. Ik heb jou gisteravond gegriefd tot in het diepste van je ziel, beste kerel. Ik heb alles wat jou op politiek gebied heilig is door de mest gesleurd, Paul. Ik heb jouw bloedeigene, dolle Ine, Mina, je hoe heet ze, je vrouw. Die heb ik een vieze paarse meid genoemd, Paul. Alsjeblieft, chef, niet weer beginnen. Ik had gisteravond al de kramp in de kaken van de lach, weet u. En dat je helemaal niet, Paul. Jij zat er wit weggetrokken bij, Paul. En je deed zo, met je oog, zo. En toen je stopje doorsloeg, hè, toen deed je zo met je oog. Hé, die chef, wat een enorm komisch talent, zeg. Kostelijk, hoor, ja. Kostelijk. Ja. Nee, maar moet u luisteren. Maar thuis, chef, thuis. Ja. Kijk, op de herenclub moest ik weer inhouden, natuurlijk. Ik kan u moeilijk midden in uw gezicht gaan zitten uitschateren waar iedereen bij is. Ik kan u niet in het openbaar nog belachelijker gaan zitten maken, chef, wat u... Daar moet u begrip voor hebben. Maar thuis, hè, chef. Ja. Thuis, hè. Toen ben ik het ieder gaan voorspelen, ja. Hoe u dat doet en zegt allemaal, hè. Met zo'n woedend, zwetend rood hoofd. Zonder de geringste kennis van zaken. En met de krankzinnigste argumenten op links hakken. Formidabel, chef. En tranen, hè. Ineke en ik dus. Tranen. Ineke had het gewoon niet meer, die hikte op het laatst alleen nog maar iets van die goeie dikzak, die... tenminste iets in die zin dan, chef. Ik citeerde nu natuurlijk even niet letterlijk, geloof ik. Paul, nu één ding. Paul, nu één ding. Nu wens ik voor één en voor al... Door jou en je vieze paarse, hoe heet ze, je vrouw, serieus genomen te worden, Paul. Graag, chef. In welke zin, chef? In de zin dat als ik iemand tot in zijn vezels beledig, dat hij zich dan ook beledigd voelt. En niet dat hij me thuis gaat zitten naspelen, Paul. Is het duidelijk? Helder en klaar, chef. Moeilijke opgave, dat wel. Waar je dan een keer je best op te doen hebt, man. Voor u graag, chef. Nou. Nou wat, chef? Waar blijf je? Waar wilt u me gebleven hebben, chef? Ik heb je beledigd, Paul. En als iemand je beledigd voelt, dan doe je iets. Je vraagt op zijn minst excuus, Paul. Graag mijn excuses dan, chef. Die eis je van mij, Paul. Of je daagt me uit, kerel. Of je geeft me op zijn minst met de vlakke, hoe heet die, de vlakke hand, een klap in het gelaag, Paul. Dat kunt u niet menen, chef. Dat meen ik niet, Paul, dat eis ik. Als het u hetzelfde is, liever niet, chef. Dan smeek ik het je, Paul. Dan ben ik bereid je op mijn knieën te bidden. Geef me de soejang, lummel. Ik heb er recht op, serieus te worden genomen. Zelfs door iemand van links, Paul. Pijnlijke zaak, chef. Daar heb ik het ook over, pijn. Ik heb mijn democratische rechten, Paul. En die laat ik me niet door de eerste, de beste communist ontnemen. Ik ben niks minder dan een ander, Paul. Hier, mijn bank slaan. Ik ben Nederlands staatsburger. Ik onttrek me niet aan de kiesplicht. Ik betaal een schep belasting. Mijn bank hier slaan. Kom, sla nou, joh. Ga jij nou niet even in het openbaar het gedrag van Rome zitten te verkrachten, willen? Chef, kunt u genoegen nemen met een lichte tik, chef? Een wel, Paul.
Ik weiger aan lel, chef. Moet ik geweld gebruiken, Paul? Liever niet, chef. Maar verder dan een lichte tik kan ik niet gaan, chef. Kerel, schwa! Ja, als u even de bril wilt verwijderen, chef. En de ogen sluiten. Het is zo voorbij, chef. Ik doe het met tegenzin, maar... Paul, maak het kort, wil je? Zeer kort, chef. Hier komt die chef. Spoelt u maar even. Sorry, chef. Sorry. Harder dan bedoeld. Dat is het nadeel van die zware atletiektraining, chef. Je kent je eigen kracht niet meer. Was het zo naar wens, chef? Hoort u me wel, chef? Meneer Biel? Bent u er nog? Hij is even in gedachten verzonken, denk ik. Of hij zit even te genieten van zijn rechten van de mens of zo. Mijn hoofd. Zoek mijn hoofd bij mijn hoofd. Het staat erop. Was het maar waar, mijn hoofd. Ik mis mijn hoofd, mensen. Ik kan iemand even mijn hoofd aanreiken. Ik hoor het daar ergens. Kijk even, zijn ze er? Wie? De Chinezen, zijn ze er? God, nee. Ja, ik weet wel zeker dat ik een klap van links kreeg, zeg. Waar is mijn... Oh, daar is het alweer. Beetje vaker, maar kom weer terug, heeft zijn baasje weer gevonden. Trouwhoofd, altijd geweest. Prater, wat moeilijk. Waar hadden we het over? Ho, even, het zak weer weg. Oh, hier blijven, hoofd. Daar is het alweer, braaf hoofd. Waar hadden we het over, lui? Nou, u leefde in de merkwaardige veronderstelling dat u mij beledigd had, chef, en toen... Grote, grote merkwaardige veronderstelling, Paul. Ik zou zeggen dat de feiten me gelijk hebben gegeven. Ja, mijn wang. Ik mis toch een wang. Als iemand ergens een wang tegenkomt... Oh, rinderman, rinderwang. Let maar op. Een rinderwang, maar even wilt u voor goedemorgen. Mijn compagnon, rinderwang. Hij is anders. Wacht. Ja, die is het, schat. Ik zet je even over. Ja, dank je, Hinderwang. Ja, dat is weer Hinderwang. Geef maar. Oh, die zal gisteravond ook genoten hebben, hoor, George. Zelf ook links moet je rekenen. Ja, geef dan maar, Biels. Moment, zeg, moment. Meneer de man. Wat zei jij? Dat George links is? Dat George links? Klap 2, wang 2, Hinderman. Links mijn hoofd, klap 2, wang 2. Wat zegt u, meneer de man? Ik ben aan het apparaat, voelt u? Ik zei als ik zeg het apparaat. MUZIEK